Goedemorgen, middag en of avond. En leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe Let's Play. Even Jesse. En we gaan weer de update spelen. En paarden kopen. Paarden kopen. Altijd paarden kopen. Blijf kijken. Welkom terug bij de saaiste update van de week. Hey, draakpaard! Nice! Er is helemaal niks. Het is echt zeg maar zo'n middenweek tussen alle goede updates die er zijn geweest. De champ is niet per se een goede update. Ik heb wel een beetje reputatie opgebouwd bij champs. Want kijk, ik heb hier ergens... hier. Ponykampioenschap heb ik vaak gedaan. Moet alleen Mornat ervoor pinten doen. Maar ze zijn elke keer op tijdstippen dat ik niet thuis ben. Vind ik jammer. De markt hier is weg. Het voelt hier in één keer heel kaal. Maar we hebben dus nieuwe paarden. Maar voordat we naar de nieuwe paarden gaan, gaan wij zoals elke week een comment van de week behandelen. En deze week is dat van Kaylee.tieren. Love your video's. Ze zijn zo leuk. Dankjewel Kaylee. En wil jij ook in de comment van de week komen. Laat dan een comment achter met hashtag CW. En wie weet word jij volgende week de comment van de week. We zijn lekker druk bezig. Kijk, ik heb leuke vlaggetjes opgehangen op de achtergrond. Ze zijn cute. Staat mijn logo op. Je ziet er alleen helemaal niks van. Ik vond het feestelijk. En ik heb ze voor een speciale reden opgehangen. Want deze neem ik mee naar de Go Social Party. Mocht jij dat ook zijn, laat even weten. Mocht je nog niet een ticket hebben, ik heb een kortingscode WolfXJessie. GSP10. Krijg je 10% korting op het ticket. Het zou leuk zijn als je komt. Dat vind ik gezellig, want ik heb de hele dag een stand. En ik neem heel veel leuke diorama dingen mee. En nieuwe dingetjes. Dus ik ben heel benieuwd of jullie ook komen. Ik denk er in ieder geval heel veel zin in. En terug. Dit zijn de huisdieren. Die vind ik altijd heel erg leuk. Maar heel erg duur. En ik heb daar geen geld voor. En ik ga ook geen geld aan uitgeven. Oh, ik keek naar deze paarden, maar ik... ik zag de paarden hier niet. Oké, dit is de kalder. Dit is de kalder normaal. Die is zo cute. En dit is de Efraia. Evira. En dit is Evria normaal. Wauw, ik vind deze denk ik het leukst. Ik ga ze sowieso alle twee halen, want ik wil mijn al mijn paarden... alle magische paarden heb ik al, dus moet ik het natuurlijk wel halen. Ik heb namen gevraagd aan jullie. Dat vind ik altijd heel leuk om te doen elke week als er nieuwe paarden zijn. Acacia, we hebben al een Acacia. Pingwingback. Mint Tulip. Ik had namen, maar ik heb natuurlijk ook al wat edelstenen paarden. Nu kan ik ze heel simpel purple en blue noemen, maar... moi... niet helemaal wat ik wil. Kijk. Crystallize Ice Bubble Candy. Ook wel leuk. Ik vind Crystallize vind ik wel heel vet. Dus. Kijk, heb ik al een crystal? Ik heb nog geen crystal. Dan maar dit crystal. Zo. Die gaat naar de stal. Al die ander wil ik graag rijden. En kopen. Twilight. Crystal Ice. Crystal Ice. Zo. Dan past het toch wel bij elkaar. Crystal Ice en Crystal. Deze gaan we meteen rijden. Tadaa. We hebben hem. Beestjes om. Kijk. Dit is hem. En hij is wel cool. Want het is gewoon een Pasofino. En Pasofino's zijn leuk. Nou, het is gewoon een Pasofino. Als we hem veranderen, wordt hij grijs. Dus dat is wel pretty. En de stenen zijn 2D. Ja hoor. Maar de vraag dus vraag. De manen lijken licht te geven in het donker. Nou, we gaan eens even op naar vlak gebied. Ik vind dat dit wel juist. Ik vind dit dat een mooi gebied is om even te testen. Als wij de instellingen naar tijd van de dag zetten. Is die dan lichtgevend? Ik moet hem even naast de... hoe heet het zetten? De... witte Pasofino met die eenhoorn. Volgens mij geeft die meer licht namelijk. Ik weet het niet. Ik moet even kijken. Illusion heette die volgens mij. Die heb ik ook.
Oh, wat erg toch. Even kijken, dan moeten we op level. En dan moeten we naar een wit paard zoeken die niet Luna is. Hier, Illusion. Hier staat Crystal, mijn paarse paard. En hier is Illusion. Kan je niet in een stal zien, zeker? Ja, het wordt lichter. Nee, in de stal heb je altijd gewoon goed licht. Wat fijn is. Maar niet helemaal wat ik bedoel. Ik ben gewoon benieuwd of het verschil zo minimaal is. Of dat het aan mij ligt. Oh, nu is het weer dag. Oké. Hij geeft daadwerkelijk licht. En in de dag is het weg. Oké. Dat is cool. Dat is vet. Ik vind Illusion nog steeds zo'n moeilijk mooi paard. Maar nu even de stresstest. Met het licht spelen. Ik ben benieuwd hoe die kristalletjes werken. Dus Illusion gaat even lekker chillen hier. Dan pakken wij Crystal weer. Ach, ik moet nog zoveel paarden trainen, jongens. Oh, en nu weer plus 2. Ik hoop dat die nieuwe functie snel uitkomt met XP. Volgende week komt weer paarden van Jorvik uit. Ik ben benieuwd voor welk paard het deze week gaat worden. Daar heb ik nog geen spoilers over. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ik zie niet per direct iets heel erg veranderen. Je ziet die stenen wel veranderen in de soorten licht waar die in is. Kijk, als ze onder een lamp gaan staan. Je ziet ze wel een beetje shinen. Dat is leuk. Kan je het ook zien in fotomodus. Ja, kijk, je ziet een beetje die shine. Dat is wel cool. Maar ik dacht dat die glittertjes in de manen misschien in het donker, zeg maar, licht zouden geven. Maar je ziet ze dus ook. Kijk, je ziet de zon op de billetjes. Oké, dat is leuk. Ik geef ze eerlijk toe. Het is wel een oké paard. Maar ja, dat is het er ook wel. De normale vacht vind ik gewoon vet. Nu is het echt meteen zo'n western paardje. En is en blijft een Pasofino. Dus Oh, dat blijf ik zo leuk vinden aan de Pasofino. Al die pasjes en al die dingetjes en al die happeningen. Maar we hebben dus een next up in Jorvik. En volgende week krijgen we dus die paarden van Jorvik weer. Dat vind ik altijd een vet chillen update om te krijgen. Het is alleen niet zo chill als de update alleen de paarden van Jorvik is. Want op die manier hebben we alleen een tijdelijke nieuwe race. Het is wel vaak 500 XP. En er zou een sneak peek zijn dat er misschien meer is. En het is op Zuiderhoef. Dus dat is ook wel chill. Dus ik denk dat het voor de ponies gaat zijn. Of misschien... Ja, Pasofino is net geweest. Maar vaak... Vorig jaar was hij ook op Zuiderhoef. Dat was... Ik weet het niet eens meer. Dat was volgens mij voor de Belgisch warmbloeden toen. Maar goed, daarna hebben we een story quest met Anne, die week. En dan hebben we nog een headless, effortless riding ahead. Dus ik weet niet wat dat inhoudt. Gaat ze even lezen op het nieuws. Oh, hier staat het. De Marwari, de Akalteken en de Arabier zijn ideaal voor de endurance race. Dat is fijn, want ik heb een Arabier. Die heb ik toen ook in de Black Friday sale gekocht. Dus die kunnen we trainen, maar waarom niet? We moeten eens even kijken. Volgens mij hebben we een Arabier nog. Dus dat is fijn. En anders gaan we gewoon met... Ja, ik vind het altijd dubbel werk om een paard dan XP op te halen. Heb ik al een tijdje gedaan. Want ik heb Pasofino heb ik eigenlijk allemaal uitgetraind. Kijk, Perl is bijna level 15. Met de... paard van Jorvik in de rijbaan. Kijk, ik heb... Als ik op level... Heb ik een Arabier... Ik zie hem niet zo snel. Hier, Double Trouble heb ik. En Rosie. Dus het komt wel goed. Ik kan twee Arabieren trainen. Dat is fijn. En dan hebben we dus Anne. Anne vraagt zich af of we trainen van een jong paard op Jorvik stal. Anne zou het fijn vinden als je haar helpt. Oké, dus we gaan Anne helpen. Maar niet echt per se een story quest. Oké. Moeiteloos rijden. Vanaf nu wordt paardrijden een hele nieuwe belevingsstad. Een nieuwe toestandsmachine. Oké. Want je paard nu kan gewoon kan blijven spelen. Oh nee.
Oh nee, we kunnen double jumps. Oh my god. En daarna komt dus het Ruiterfestival. Ik ben heel benieuwd naar die moeiteloze rijen. Oh my god. Dus dan gaat alles veranderen en dan kunnen we straks springen en dan direct nog een keer springen. Want nu zit er een delay in van x aantal seconden. En dan kunnen we gewoon blijven springen. Dat zou chill zijn voor de ponychamp, waarbij ik altijd achter een hekje aan bij. Maar, dit was hem alweer. Lekker kort, lekker prachtig. We hebben twee nieuwe paarden. Twee nieuwe Pasofino's weer. Zo ook net al was dat uitgetraind, Pasofino's. Maar hey, dat maakt niet uit, wordt leuk. Dus, vond je het video leuk? Vergeet een like te abonneren. Laat even weten of je komt bij de Go Social Party. Lijkt mij leuk, gezellig. En dan zeg ik zoals altijd, take care. How?